Vanaf 1 januari worden de blauwe zones ingesteld in de wijken rondom de binnenstad. Bezoekers mogen daar dan slechts 2 uur parkeren. Dit stuit op verzet bij de ondernemers. We vroegen de centrummanager naar hun bezwaren. Het grootste bezwaar is dat de stad minder bereikbaar is. Dus kijken dan naar het centrum, op het moment dat de blauwe zone wordt ingevoerd, dan kan je 2 uur daar gratis parkeren. Dus je moet je voorstellen dat als mensen de binnenstad in willen, dat ze nu gedwongen worden om de binnenstad in te gaan. Vooral als je langer dan twee uur wil winkelen. Daar zijn op dat moment dan te weinig plekken voor. Bezwaring tegen invoering van de blauwe zone is dat het aantal parkeerplaatsen in de Leidse binnenstad hierdoor nog verder afneemt. En we hebben al een groot tekort aan parkeerplaatsen in deze stad. En welke oplossing ziet u? De oplossing die wij zien is dat er op korte termijn uitbreiding van parkeerplaatsen komt. Door middel van de plannen die de gemeente al in gang heeft gezet. Ja, en dat betekent eigenlijk dat die blauwe zones nog even uitgesteld moeten worden, toch? Wat ons betreft zouden we dat graag zien. Overigens horen we dat niet alleen van ondernemers, maar ook van bewoners uit de betreffende zones. Nou, de oplossing is dat we meer parkeergarages in de binnenstad hebben. Nou, samen met de gemeente zijn er goede ontwikkelingen op het gebied van de Garenmarkt en op de Lammermarkt, maar ook de Moorsportgarage. Daar komen in totaal bijna 1000 plekken bij. Alleen de realisatie daarvan die is in 2015. En hoe gaan jullie die periode dan overbruggen? Dat is het verzoek aan de gemeente om samen met onze conclave te gaan. Maar eigenlijk ook het dringende verzoek om die blauwe zone uit te stellen totdat die parkeergarages er zijn. Want dan heb je ook een mogelijkheid voor mensen die de stad inkomen om daar hun auto te parkeren. De winkeliers zijn bang dat met de komst van de blauwe zones de omzetten zullen dalen. Hun oproep om de blauwe zones uit te stellen legden we ook voor aan de Leidse politici. Ja, ik denk niet dat dat nog verstandig is om het nu niet door te laten gaan. Het gaat allereerst om een proef. En dan gaan we zo kijken wat het effect is. Maar ik begrijp dat de ondernemers zich zorgen maken over parkeren in de binnenstad en de bereikbaarheid. Nou, daar zijn wij als college ook volop mee bezig. Hè. We gaan ondergrondse parkeergarages bouwen bij Molen de Valk en bij de Garenmarkt en een tijdelijke bij de Moorspoort. We breiden volgende week de Haagweg uit met 200 plaatsen. Dus dat probleem lossen we ook op. Maar ik heb ook een probleem in de woonwijken van Leiden. Waar mensen als ze thuiskomen van hun werk gewoon een auto niet kwijt kunnen. En die moeten daar ook kunnen staan. Dus in die afweging vind ik het goed dat de blauwe zones komen. De ondernemers in Leiden maken zich druk over de blauwe zones die er gaan komen. Is dat terecht? Nee, dat is onterecht. Eén, er staan zat parkeerterreinen in Leiden gewoon leeg op dit moment. Dat is een probleem. Er komen weinig mensen naar de stad. Die moeten gewoon daar gaan parkeren en daar betalen ze dan een paar euro voor. En die blauwe zones zijn er voor de wijken, zodat mensen gewoon weer kunnen parkeren in hun eigen buurt. We zijn altijd tegen de blauwe zones geweest en dat blijven we. Ik denk dat de winkeliers een heel goed punt hebben. Je moet eerst zorgen voor een alternatief en dan pas de stad afsluiten. Ja, dus de oproep om die blauwe zones uit te stellen, daar geeft u geen gehoor aan? Ik denk dat het beter kan zijn. Dus ik heb liever daar bezoekers van de stad dan nog staan, dan degene die hem nu 10 uur neerzet en op vakantie gaat naar Creta.